Lieve dames en heren, ik speel pantomime en ik hou meestal mijn mond, maar ik probeer het. Ik heet u welkom bij deze bijzondere tentoonstelling van mijn vriend Thiert Akkerma. Hij heeft een aangeboren afwijking en kan tekenen. Verdwaal straks in de prachtige en fantastisch getekende sprookjeswereld. Het zijn niet meer geen prentjes, maar door zijn geweldige tekentalent meesterlijk op papier gezet. Loop er niet zomaar langs, maar ontdek alsmaar nieuwe verrassingen in elke print. Geniaal getekend en van een grote vindingrijkheid. Het Akkerma-verhaal begint in 1867, toen Hendrik Seger Akkerma met familie uit Friesland naar Amsterdam vertrok om zich te vestigen op de oude kerkplein nummer 56. Thiert, geboren in het rampjaar 1929, het koudste jaar van de 20e eeuw, wereldwijd financiële ellende, de dood van zijn grootvader, die 14 kinderen naliet, armoede alom. Thiert was nog een heel klein peutertje, maar zijn tekentalent was al vroeg zichtbaar. Thiert's ouders geloofden in Thiert's tekentalent. Hij mocht zich in het tekenvak bekwamen. Zijn vader vond de grafische school de beste opleiding. Daar kon je tekenen, maar ook geld verdienen als technisch tekenaar. Een slimme man. Het was een oorlog. Op een dag vroeg de directeur van de grafische school Thiert op zijn kamer. Hij vroeg Thiert absoluut te zwijgen over wat de directeur hem wilde vragen. Thiert beloofde zijn mond te zullen houden en hij kreeg verzoek een Duitse stempel na te maken. Het voorbeeld kreeg hij op een gestempeld papier. Het is de jonge Thiert gelukt om een loepzuivere afbeelding te maken. De stempel was zo goed nagemaakt dat de moffen het nooit gemerkt hebben. En daar hebben veel mensen hun leven aan het vakmanschap van Thiert te danken. In 1948 ontstond de Cobra Groep. Thiert leerde de kunstenaars Rudy Bierman, Corneille, Karel Appel, Jan Sierhuis, Gerlard Tassen kennen. Ik ook, want Appel heeft ooit voor 2,50 mijn haar geknipt. Deze nieuwe generatie schilders konden dankzij Sandbergs, directeur van het Stedelijk Museum, exposeren. Er was onrust in de kunstwereld, maar ook in het onderwijs. Nieuwe ideeën werden geboren. Ik was medeoprichter van de Werkschuit, gaf les in pantomime. En Thiert heeft zowel op het Kunstnijverheidsinstituut als op de Rijksacademie zijn talenten vergroot. En dan komt het laatste stukje. In het jaar 1953 werd Thiert gevraagd in Zweden te exposeren. Een kunstkenner zag het werk en stelde een grote tentoonstelling voor. Ruim de helft van zijn collectie werd verkocht. Hij bleef in Zweden wonen. Je werd gevraagd boeken te illustreren. 1001 nacht. Ruim 300 illustraties. Wat een succes. Je kreeg een grote naam. Je werd door de Universiteit van Washington uitgenodigd om daar kunstcolleges te geven. Dus je was professor geworden. En in Holland wist men van niks. Nooit van gehoord. En nu op een plek hier vlakbij Oudekerkplein, waar eens familie Akkerma uit Friesland zich hier vestigde, is de cirkel rond. Je bent weer terug. Op de uitnodiging staat het woord en gebaar. Nou, tot slot van deze opening ga ik dan maar een gebaar maken. Ik speel voor u de kunstschilder.
Het gaat bij mij om de tekeningen, dus het is geen, ik ben geen prater, maar ik ben door het hele gebeuren diep geroerd. Ik vind het in de eerste plaats een ongelooflijk historische plek. Hè? Niet alleen wat mijn voorouders betreft en mijn ouders, maar ook in de geschiedenis van de stad Amsterdam. Om hier te mogen staan en je dingen te kunnen laten zien, beschouw ik als een heel groot gebeuren voor mezelf. Dat wil ik eventjes zeggen, maar in de tweede plaats wil ik jou bedanken, Rob, voor dit prachtige. Ik bedoel, je doet dus in 5 of 10 minuten waar ik 80 jaar over gedaan heb. En dat is al op zichzelf de moeite waard. Hè? En dan was er nog iets meer. Ik wil het bestuur van deze kerk, oude kerk, bedanken voor de gastvrijheid. Ja, dat is het ook weer. En dan krijg ik mijn nichtje Dineke Akkema, die eigenlijk het initiatief genomen heeft tot dit hele gebeuren. Weliswaar met de hulp van wat we tegenwoordig Facebook en maar het is toch maar even tot stand gekomen. Hè? En dan komt er één ding wat ik heel graag wil doen. En dat is op van deze plek, een beetje emotioneel, van deze plek een groet sturen naar mijn partner, die sinds een groot aantal jaar opgenomen is in het Servatiehuis. Nel Bierman van Hal. Zonder haar hulp zou ik de laatste jaren niet hebben kunnen tekenen. Sorry, heb je ooit verstaan? Ja. Nee, nou, eigenlijk heb ik het gezegd. De rest moet u maar bekijken.